Gisteren hebben jullie wat gesloopt, begrijp ja, ik. Boven. Toen hebben we boven al hier in het voorhuis, dat is van de gevel van het Huukske tot aan de grote schouw, zat helemaal onderschoten met planken. En dat zijn die planken die hier liggen. Toen hebben we daar een stuk of 6 pannen afgehaald. En daarom is dat nu ook zo nat. Dan hebben we al die planken naar buiten geschoven. Kijk, en hier zat dat muitjegaatje, dat ik net vertelde. Maar vooral voor de midden ook. Hier zat een zagboord tegenaan, hè? Ja. En hier had Frans Vermeeren ook van bovenaf een luikje gemaakt. Hier zet hij altijd schaaltjes neer met muizenvergif erop. Ah. Van bovenaf kon je dat op het plafond zetten. Kijk, vroeger was er wel zo, als die muizen waren, liepen dan over het plafond. En dan hoorde je tik, 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 die muisjes lopen. Hè? Van? Ook van de zolder. Ook van de zolder. Kijk, hier was een groot gat in. En daar is al de hout, hebben ze hier toen naar beneden gegooid. En dan hebben we gisteren ook de rest ook nog gedaan. Maar op een gegeven moment zeiden we, het zal toch naar de container moeten. We kunnen het hier allemaal neergooien, maar dan moeten we het van hieraf weer allemaal naar de container brengen. Nee, dat was van tevoren al een gat in. Omdat het helemaal rot was, hebben we een gat in gemaakt om die planken naar beneden te doen. Dat moet wel gerestaureerd worden. Datzelfde is hier. Hier hebben vroeger een oude kachel gestaan, daar in met een rond gatje. Ja. Dat kunnen hier nog zien aan de schouw ongeveer. En dat moet dan ook gerestaureerd worden. Maar nu kun je overal mooi naar buiten kijken, zie je met tussen de pannen. Hè? Kijk, en gisteren hebben we die gording moeten stutten daar. Want we gingen al die pannen afhalen. En die balk die zit daar helemaal los van de andere balk. Kijk, dan hebben we voor de veiligheid die stut ondergezet. Want we vertrouwden dat toch niet als al die planken afgingen. Daarom hebben we dat zo gedaan. En als je kijkt waar je hier tegenaan duwt, hè? Heel de dak open neer, als je hier tegenaan duwt. Dat staat helemaal gespannen. Sommige zijn rot, sommige zijn niet rot. Dus die zijn een beetje doorgezakt, zeg maar. Een heel beetje. Kijk, en vroeger heeft hij hier ook zijn dikke balk hier ingezeten, hè? Hier. Ja. Maar die zat te laag omdat ze hier twee slaapkamers gemaakt hebben. Daarom hebben ze hier een nieuwe gemaakt. En hier een stuk tussenuit gezaagd. Er zat hier ongeveer een deurtje in en hier een deurtje en stond hier een wandje in. Dan was dat een slaapkamertje en dit was een slaapkamertje. En die kant ook, zie je dat? Hier precies hetzelfde. En hierboven, kijk, die was helemaal weggerot daarboven. Die balk. Oh ja. Die liep zo naar de muur toe en hebben ze dan tijdelijk een nieuw ingezet. Met een grote plank eronder door en hebben ze een dak naar boven te houden. Als het allemaal doorgaat, dan gaan ze binnenkort aan de kap beginnen. Hè. De prijs is binnen van de twee aannemers. En dat doen we vanavond over vergaderen. En dan wordt de beslissing overgenomen. Ja, voor de bouwvakkersvakantie klaar. Dus dat is half mei, eind mei beginnen. En dan juni en half in juli. Een week of 6, 7, okay. Misschien 8. Dus en dan praten we over alleen een nieuw dak. Dat gaat de aannemer doen. Dat gaat de aannemer doen. Daar praten we over.